Binnen het eerste jaar zet ik evenveel om met mijn e-commerce als mijn horecazaak. En mijn horecazaak uh, transformeerde in een 50 50 k per maand. 100 k per maand kwam er aan. Heb ik destijds... kom kwam ik uh, irritante reclames tegen van een andere Aziëan die met uh, bol bezig was. Vrijwel 100% gaat in product. Misschien 90% gaat in product. Van tijd en geld. Maar mijn advies is... Het is... Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Van Iets naar Iets podcast. De podcast waar je alles leert wat je niet op school hebt geleerd. Hier ga ik in gesprek met succesvolle ondernemers. En vandaag zit ik in de studio met Johnny Ma. Johnny, welkom in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Graag gedaan. Ik ga even kort uh, wat over jezelf vertellen en ja. dan gaan we daarna lekker in gesprek. Goed? Goed. Yes. Johnny die uh, studeert uh, af. Die doet een HBO-opleiding en hij gaat aan de slag als marketing uh, Nou, dat houdt hij uh, maar liefst anderhalf jaar vol. En dan begint het uh, ondernemersbloed uh, te stromen. Hij uh, neemt het restaurant van zijn ouders over. En hij brandt dit helemaal opnieuw. Maakt er een heel nieuw concept van. Opent binnen een aantal jaar een tweede vestiging. Vervolgens uh, opent hij ook een uh, tweede concept, uh, Ook weer twee vestigingen. Dus het is een echte rasondernemer. Hij heeft heel veel ervaring in de horeca. Uh, inmiddels is het ook een doorgewinterde e-commerce ondernemer. Want wat is het geval. Uh, tot 2020 ging het super goed, super goed met de concepten. Maar goed, toen kwam de grote Black Swan, namelijk uh, corona. Dat was natuurlijk een grote klap voor, uh, voor horeca. Uh, het geluk. Had Johnny dat uh, hij al wat ervaring had met e-commerce. Hij was zich al aan het verdiepen in het uh, wereldje. En in 2020 besloot hij volledig uh, te gaan voor het e-commerce uh, verhaal. Inmiddels uh, heeft hij miljoenen omgezet met uh, verschillende brands binnen de e-commerce, zowel online als offline verkoop. Hij is tegenwoordig investeerder. Uh, hij helpt als consultant verschillende ondernemers die graag een brand willen bouwen en dat uh, merk online en offline willen verkopen. Dus ik ben super benieuwd naar, uh, naar zijn verhaal. Uh, wil je alle ins en outs weten, hoe het allemaal is gestart, wat hij heeft geleerd? Uh, blijf dan vooral kijken of luisteren en uh, raak geïnspireerd. Yes, Johnny, welkom in de studio nogmaals. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Doorgewinterde e-commerce en horeca ondernemer. Mooie introductie, man. Bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja, ja. Ja. Het is jouw trekrekker. Dus uh, <laughs> alle, alle props voor jou, toch? Ja. Nog een uh, kleine toevoeging aan mijn horecaperiode periode Waar ik wel echt trots op ben. Wat finaal is afgesloten. Mm -hmm. uh, mooie hoogtepunten van de horeca momenten zijn toch wel de uitreikingen vanuit de Michelin-gids. Uh, dat was voor mijn avondzaken. En voor mijn dagzaak had ik een uh, beste. ...lunchbroodje-award van Nederland gewonnen met mijn bitchbroodje. Wauw, wow, <laughs> ja. vet. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal is ontstaan. Daar gaan we straks langzaam naartoe werken. Je geeft aan, ik ben, ik ben trots op die jaren als horeca-ondernemer... ...want we waren best wel wat jaren dat je dat allemaal hebt ja. gedaan. Ja. We trappen de podcast altijd af met uh, een standaard eerste vraag. Leuk voor de kijkers of luisteraars die zo aan het begin luisteren. En die vraag leidt als volgt. Je bent al meer dan tien jaar ondernemer... En ik ben even benieuwd naar het belangrijkste leermoment uit je carrière als ondernemer. Het belangrijkste leermoment voor mij als ondernemer zijnde: dat je er nooit alleen voor staat. Dat je er nooit alleen voor staat en dat je echt wel om hulp mag vragen. Ja, um, veel mensen proberen het, uh, het wiel opnieuw uit te vinden, alles zelf te doen. Maar het is juist sneller en effectiever als je op tijd hulp inschakelt. Dat heb ik bij mezelf gemerkt. Zodra ik dat deed, toen ging ik stappen overslaan, ging het gewoon sneller. Ja. En dat dat wel een van de grootste leermomenten is in mijn ondernemerschap. Uh, daarnaast ook, uh, elke business, ook ondernemerschap, is een people business. Dus begrijp de mensen. Beg Zorg ervoor dat je, ja, dat je geen eikel bent. Dat je er echt voor de medemens bent. Ja. Ja, dus een people business. Dus als je goed voor de people bent, dan gaat je business ook goed. Fantastisch. Mooi, uh, mooi stukje om mee te beginnen. Mooi leermoment. Ik ben benieuwd hoe je die. Uh, op welk moment in jouw carrière die leermomenten uh, zeg maar aan bod zijn gekomen, wanneer je dat bent gaan realiseren, waardoor je harder bent gegaan op een gegeven moment. Daar komen we zo meteen op terug. Mm. Ga lekker naar het begin van, jou, uh, van jouw verhaal. Het moment dat je een jaartje of acht bent. En uh, nog geen kopzorgen heb. Hm. Geen blauwe brieven, geen belastingbrieven, et cetera. Weet, weet je, Johnny, wat je wilde worden toen je een jaartje of acht was? jaartje of acht, Joseph. dat is uh, 1994. Tijd geleden. Dat is pre-internet. Ja. ja um, acht jaar, joh, nee man. ik Geen idee wat ik wilde worden. Mm -hmm. uh, en dat bleef niet alleen op mijn achtjarige leeftijd. Dat bleef ook nog tot mijn achttienjarige leeftijd. Geen idee wat ik wilde worden. Ja. Dus nee, geen idee. Ja, had je op een gegeven moment uh, door gewoon te doen en allerlei leuke dingen, weet ik veel, alle, van alles en nog wat te doen. Want je hoort dat vaker in deze podcast. Mm. Sommige mensen die hebben heel concreet, hadden, die hadden heel concreet op hele jonge leeftijd dan een idee van ja, ik wil brandweerman of politieagent of piloot worden. De andere helft die zegt van ik heb geen idee, net als jij, ik wist het niet, ik deed maar wat. En op een gegeven moment kwam ik er vanzelf achter wat ik leuk vond en toen ben ik dat gaan doen. Ja. Ben je in een later stadium van je leven achtergekomen wat je wel leuk vond? En heb je toen besloten van oké okay, deze kant wilde ik op. Wat was dat dan? Bij mij was het heel erg laat. Ik hoor tegenwoordig van, de, van veel jongeren dat ze echt instant succes moeten hebben. Dat ze gelijk moeten weten waar ze naartoe moeten um, en wat hun purpose in life is. Nou, bij mij viel het pas nadat ik uh, 30 plus was. Toen rolde ik de e-commerce in. En dat was hetgeen wat, wat, uh, wat mij triggerde om groter te worden, om meer te doen, om, om sneller te groeien. Maar daarvoor, voordat ik 30 was, dus ook tijdens de horecaperiode, tijdens mijn HBO-periode, ik ging gewoon met de flow. Ja. Ik was een schaap. Ik, ik deed gewoon mee. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een van mijn. Um, leerkrachten, ja, die was altijd pist over mij. Want ik had nooit een sterke mening. Ongedifferentieerde mening noem ze uit. Uh, hey Johnny, wat vind je daarvan? Nou, ah, ik me niks uit. Ja, wat, wat, wat als we dit doen? Ja, het zal wel. Ja, zo was ik. Je vond het allemaal prima? Ik vond het allemaal prima. Ja, dus na mijn dertigste, tijdens het ondernemerschap, tijdens de horeca... tijdens de, het hele gedeelte waar ik meeging met de flow ontdekte ik pas zaken, ontdekte ik dingen die, die mij triggerden, ontdekte ik zaken die ik echt leuk vond. En dat is ja, waar ik nu volop mee bezig ben in de e-commerce. Ja, dus je bent inderdaad in die flow meegegaan. We gaan zo meteen nog even een stuk terugspoelen spoelen naar hoe je dan in dat, inderdaad in dat horeca verhaal terecht bent ja. gekomen. En op het moment dat je je bezig ging houden met e-commerce, dat was het moment waarbij je zoiets had van yes, dit vind ik leuk... Hier krijg ik energie van. Heb ik niet het gevoel bij dat ik constant aan het werk ben, maar wil ik juist graag werken. Dus dat moment kwam bij jou eigenlijk in een latere uh, levensfase. Ja, en klopt. daar ben je nu volop mee bezig. Nou, dan gaan we toch nog weer even een stukje terug? Mm. Uh, ben je jaartje of uh, 15, 16? Doe je de middelbare school? Ben je op dat moment al bezig met de, <tosses> res, het restaurant van je ouders? Want daar ben je uiteindelijk ingerold. Neem ons mee als je wil. Ja, heel cliché. Chinese immigranten, een achtergrondverhaal. Ouders hebben een restaurant. Kinderen die gaan van vroegstof aan meehelpen in het restaurant. Net als ik dus vanaf een jaartje of 10, 11 uh, in het restaurant in de zaak meegeholpen. Met de afwas, met de uh, bediening, et cetera. En uh, daarmee ontwikkel je toch wel een hekel. Ja, want je moet iets doen. Uh, dus er ontstond een hekel voor de horeca. Uh, best wel gek dat ik daarna zelf de horeca inging. Um, maar dat was rond mijn vijftiende, zestiende. Ja, dat was uh, moeten werken in de zaak van de ouders. Daarnaast faalde ik met mijn middelbare uh, school. Mm -hmm. uh, HAVO, HAVO 4, faalde ik. HAVO 5, faalde ik. Moest ik overnieuw doen. Dus ja, school en het moeten doen, uh, autoriteit, dat lag me niet goed. Dan merkte hij al van, ja, ik moet waarschijnlijk ja. iets voor mezelf gaan doen. Ja, dat wist ik toen nog niet. Ja, toen was het van waarom moet iedereen mij maar dingen vertellen? Waarom moet ik dingen doen? En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat was wel die fase. Mm -hmm. En dan ga je inderdaad, in dat restaurant van je ouders, ga je op een gegeven moment in dat afwassen en van alles en nog wat doen, zonder dat je daar zelf al te veel zin in hebt. Mm. Wat, wat is het uh, belangrijkste wat je hebt geleerd in die periode? In die jongere jaren, discipline. Ja, het moeten doen zorgt er wel voor dat je uh, dingen uh, dat je uit gaat houden. Uh, dat je zaken gaat uitvoeren en ook voltooid. Ook al heb je daar geen zin in. Uh, onder het zicht van mijn ouders. Ja, als, je, als je daar niet je best doet, dan krijg je gewoon een klap. Uh, um, en bij school was het... Ja, uh, Oké, okay, dat jaar weer overnieuw doen. Uh, Oké, okay, dan het volgende jaar dat jaar ook weer overnieuw doen. Ik heb het wel allemaal afgemaakt. Maar het is uh, doorzettingsvermogen. Nooit gestopt, wel alles afgemaakt. Dus als ik nu terugdenk, zal het discipline zijn en de drive om zaken af te maken. Ja, dan rond je uiteindelijk die middelbare school af. Ik zei in de introductie al, je hebt op een gegeven moment die HBO-studie gedaan. Mm. Hoe ben je uiteindelijk bij uh, die studie uitgekomen? Hoe heb je die keuze gemaakt? Want <laughs> veel mensen die, uh, sorry dat ik je onderbreek, die kijken of luisteren, die hebben zoiets van oké okay, weet je. Gaan we voor het ondernemerschap? Gaan we de studie doen? Hoe heb jij uh, die uh, journey meegemaakt? Ja, mijn studie dat was in een periode of de keuze voor mijn studie, dat was in een periode waar ik nog steeds nergens zin in had en uh, go with the flow. Okay. En ik koos een studie waarvan ik had gehoord dat die gewoon supervet was. En dat was een studie dat te maken had met Azië, dat te maken had met handel en je ging uh, een jaar naar het buitenland. Ja, klinkt supervet. En ik had gehoord dat het met twee vingers in de neus te halen was. Dus ja, sign me up. En daar had ik de ja, keuze op gebaseerd. De rest ja, was allemaal leuk en aardig. Maar zoals ik zei, ik zat in die fase van mijn leven. waar het me allemaal niet zoveel uitmaakte. Het was deze keuze die op mijn pad of deze studie dat op mijn pad kwam. En ja, daar ben ik voor gegaan. ja en je hebt zoiets van: hé, dit is iets wat ik wellicht leuk vind. en in mm. ieder geval een deel van die studie. Mm. Dus je hebt ervoor gekozen. Je hebt zoiets van: we zien wel uh, waar wat Schipstrand. Ja. Hoe is die studie gegaan? Heb je dat uiteindelijk met veel moeite afgerond? Die... Want wel, je gaf aan internationaal, je kon uit het buitenland. Welk, weet je nog welke studie, de naam, tijd geleden natuurlijk? Ja, de, 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 de studienaam is Trade Management. Trade Management. Trade Management, specialisatie in Azië. Ah, oké. Okay. Uiteindelijk is het, was het een hele vette studie geweest. Heel veel geleerd over handel, import, export, specialisatie China, cultuurverschillen. Toen de tijd ja, wist ik niet wat ik ermee moest doen. Nu is er een perfecte aansluiting op mijn studie. Ja. Kun je de uitspraak van Steve Jobs, Connecting the Dots? Connecting the Dots. Uiteraard kun je die uitspraak. Want ja, je hebt op een gegeven moment heb je gewoon heel veel gedaan. En ik denk dat het ook wel misschien iets leuks. En leuk advies is voor de kijkers en luisteraars. Als je niet weet wat je wil doen, of wat je leuk vindt, doe gewoon heel veel. En uiteindelijk zal het later misschien wel met elkaar connecten. Net ja. zoals bij jou. die... Of die ervaring in het buitenland uh, uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat je nu kan accelereren in wat je doet met uh, het bouwen van brands. Ja. Met producten die veelal uit het verre oosten komen. Ja. Nou, dan ga je op een gegeven moment door die opleiding heen. Je voelt enigszins enthousiasme. Je denkt, hey, misschien uh, is dit wel wat, weet je wel, je krijgt energie van, uh, van die handel. Maar je gaat niet meteen uh, daarmee aan de slag. Nee. Je rolt, uh, als het goed is, het uh, restaurant van je ouders in. Want hoe oud ben je als je die overname van het restaurant van je ouders doet? Toen was ik 20 plus. Nou, vertel. Neem ons mee. Hoe is dat gegaan? Ja. Studie afgerond. Ik kreeg gelijk een baan aangeboden. Oh, ja. Ja. Um, het verdiende redelijk goed. En ik had het aardig goed vergeleken met de, de rest van de afgestudeerden... die nog op zoek waren naar een baan. Dus ik had eigenlijk niks te klagen. Uh, positie uh, marketing-analyst bij een grote rederij in Rotterdam. Nou, aangenomen gewerkt. Uh, een half jaar later kreeg ik een promotie dat vast, dienst, uh, vast dienstverband, uh, salarisverhoging, dat was volgens mij destijds iets van uh, 3000 euro plus of zo. Waarmee ik al ja, boven gemiddeld verdiende ten opzichte van uh, de rest van mijn leeftijdsgenoten. Alleen iets knaagde toch. En dat was hetgeen dat ik niet meer wilde doen dat mijn baas uh, me vroeg om te doen. Ja, want ik was heel resultaatgedreven. Uh, en hetgeen wat ze me vroegen om te doen, had ik in één dag van de week gereed. Ja, ik ben niet gek genoeg om vier dagen extra te werken voor, uh, voor noppes. En daar ontstond de, um, ja, toch wel het saaie aspect van mijn baan. Nou, ik had in één dag van de week had ik alles af wat mijn baas aan me vroeg. En nu dan? Ja. ja. En daardoor ging ik toch wel zoeken wat zijn nog andere mogelijkheden. Uh, want onbetaald werk doen, ja, dat ga ik niet doen. Ja. En daarna rolde ik de horeca in, want het verveelde me gewoon. Ja, ontiegelijk. Een had je, jaar had je lang, nog een baan dag en dag uit. Toen je de horeca inrolde, rolde, had je toen nog die baan als marketinganalist, of heb je die op een gegeven moment opgezegd? Ik had die opgezegd, maar dat was na maanden onderzoek doen wat de mogelijkheden waren en wat als ik. De zaak zou overnemen van mijn ouders. De zaak van mijn ouders, dat was een traditioneel Chinese afvalrestaurant. Nou, daar had ik ook geen zin in, want daar had ik ook een hekel aan opgebouwd in mijn tiende jaren. Dus al zou ik de horeca ingaan, want dat was het enige alternatief wat ik destijds kende. Internet was er niet. Hè? Even rekening mee houden, internet was er destijds niet. Dus de enige, het enige raakvlak wat ik had met ondernemerschap was horeca. Horeca, mijn ouders deden horeca, ondernemerschap, oké. Okay. Maar Chinese afvalrestaurant, ja, dat ga ik niet doen. Dat moest anders. Dat moest anders. Dus daar ontstond de eerste business trip naar China. Mm -hmm. Concepten, uh, meubels, service. Oké, okay, wat werkt, wat werkt niet? Uh, wat zou interessant kunnen zijn? En dat was mijn eerste kennismaking met de vrijheid als ondernemer zijnde. Want er komt zoveel op je af. En dat was heel moeilijk om een keuze te maken. Ja, hoe gaan we dit concept nou vormgeven? Ja. Dus toen wilde ik wel een beetje in een, uh, in, een, uh, in een downfall, in een spiraal van... oké, okay, wat nu dan? Ja, interessant. Want er is een bestaand concept dat je ouders hebben opgebouwd. Ja. Maar jij kiest er dan bewust voor als die uh, eigenwijze ondernemer... dat je zegt van oké, okay, ik ga dat opnieuw helemaal opbouwen. Het kan me niet schelen wat er opgebouwd is. Ik wil gewoon het anders. Ja. Dan ga je inderdaad naar China... Welke beurs heb je toen bezocht om een beetje inspiratie op te doen? Misschien leuk voor de kijkers of luisteraars om te weten. Weet dat je dat is, Nee, dat was een meubelbeurs, een servicebeurs. Volgens mij altijd niet een specifieke naam of een Chinese naam. Dat weet ik nu niet meer. Mm -hmm. Ja, maar dus je had wel het idee van oké, okay, ik wil in ieder geval iets met het interieur doen. Een beetje 2.0 anders dan dat het nu is. Ja, ja, ja. Heb je uiteindelijk het interieur gevonden waar je nou op zoek was? Uiteindelijk wel, maar daar komt mijn eerste mentor al in zicht. Veel wat op je pad komt, zoals ik net zei, als ondernemer zijn er miljoenen verschillende keuzes die je kan maken. Nou, wat is nou de juiste? Niemand weet wat de juiste is, maar er zijn mensen die hetzelfde pad hebben gevolgd die al dezelfde fout hebben gemaakt. Dus ik schakelde een horeca-mentor in. Achteraf gebleken was dat een hele goede keuze geweest. Mijn mentor um, is ook een Chinese immigrant Nederland meerdere horecazaken gehad, zelfs Michelin Sterren, restaurant gehad, de eerste in Nederland met Chinese achtergrond met een Michelin Ster. Um, en dat was mijn leermeester uh, tijdens die jaren. En uh, samen met hem heb ik uh, um, het, het concept ook doorgevoerd uh, in uh, het restaurant van mijn ouders, dus uh, in Maastricht. Nou, je hebt dus met behulp van iemand die al is... die al was waar jij naartoe wilde... heb je dat concept ja. in elkaar gestoken. Vertel, vertel eens meer als je wil. Want, want, want wat hebben jullie uiteindelijk bedacht... anders dan het traditionele Chinese restaurant? Mm -hmm. en is dat meteen gaan werken? Wat hebben jullie eraan gedaan om dat wel uh, te laten slagen? Mm -hmm. Neem ons mee in dat verhaal alsjeblieft. Ja. ja. Nou, ik had verschillende ideeën voor de horecazaken. Ook de business trip naar China gedaan. Welke concepten bestaan er wat zou kunnen werken in Nederland. Uiteindelijk erachter gekomen dat ik als broekie, als, als pikkie... eigenlijk helemaal geen idee heb van de markt, hoe die in elkaar steekt. Dus ik had mijn mentor um, aangesproken. Ik wist dat hij um, veel had behaald in de horecawereld in Nederland. Dus ik had hem een berichtje gestuurd. Hij kende me niet, ik had geen connecties. Maar ik heb hem enkel een mailtje... volgens mij een mailtje of een LinkedIn-bericht gestuurd. Eén, of niet twee. Nou, wat, uh, hoe zou het zijn als we even kennis maken? Ik heb een locatie hier in Maastricht. Ik ben van plan om hier een nieuw concept in te zetten. Uh, maar ik zal wat hulp kunnen gebruiken. Sta je hiervoor open. Iets in die trant. Mm -hmm. Ik dacht van, ik schiet maar, je weet maar nooit. Ja. En, en, en deze gozer, ja, de Michelinster, heel hoog bereikt, heel veel netwerk. Ik dacht van, ja, die gaat vast niet reageren. Ja. Maar toch wel. Maar dat, sorry, nog even tussendoor. Hè? Want heel veel kijkers of luisteraars. Die krijg je ook te horen van een grote ondernemers die hier gezeten hebben van ga toch eens die mentor opzoeken, weet ja. je wel. Uh, maar ik krijg wel eens een DM's te horen van oké, okay, weet je wel, we kunnen wel zo'n LinkedIn bericht sturen, net zoals jij hebt gedaan, uh, Johnny. Maar wat in het voor die grote ondernemer, inderdaad, die het zo druk heeft, die al is waar jij wil zijn. Wat in het voor hem of her uh, om met jou te zitten? Iemand die alleen maar komt halen. Ja. Hoe uh, was het bij jou puur geluk dat hij reageerde? Of was het een stuk gunfactor in, door het bericht wat je naar hem stuurde? Ja. Eén is een uh, gunfactor, want hij zag een uh, jonge ondernemer, iemand die uh, iets wilde maken van niets. Hé. Uh, hey. nee, nee, nee. <laughs> Mooi. Ja, en uh, twee was een aanbod. Een aanbod wat ik hem deed. Uh, zo, hé, hey, um, ik zit in Maastricht. Daar ben je nog niet actief. Ik heb daar een prime locatie. Is het interessant om hierover te babbelen? Dus... Er zat daadwerkelijk iets in voor hem. Ja, mooi. Ja, want hij denkt natuurlijk van... Hey, uh, Maastricht, leuk. Ik ben natuurlijk ook ondernemen. Ik ga mm. eens even meekijken. Mm -hmm. Ik ga hem niet alleen helpen... maar ik kan ook meteen even... kennis maken met de Maastrichtse markt. Ja. Is dat ook een stukje advies... wat je dan mee wil geven aan de kijkers... of luisteraars, mensen die via Spotify luisteren... van probeer dan in je bericht... als je zo iemand benadert... waar je iets van wil leren... iets te verwerken van... oké, okay, hoe kun je een win-win situatie creëren? Altijd. Ja. Altijd een win-win situatie creëren. Ja. Niet alleen maar komen halen, maar er ook brengen. Het liefst eerst geven, geven. Ja. Ja, en dan pas iets vragen. Maar meestal heb je maar één shot, één kans. Uh, dus bedenk een win-win situatie. Tevens een van, uh, van de zeven habits van Steven Covey. Dus win-win. Ja, win -win. ja, ja, ja. En ik denk dat je. In alle situaties is wel een win-win-situatie kan creëren, toch? Ja, maar het probleem is wat ik vaker zie. Ik, ik krijg ook vaker DM's van: Hey Johnny, leer me dat even. Ja. Hey Johnny, wie zijn jouw leveranciers? Geef me die even. Zo wie de fuck denk je dat je bent? Ja. Ja. Tien jaar hard ja. en ik moet het even jou uh, overhandigen alsof <laughs> ja. niks is. Ja, Dus uh, het klinkt heel logisch, maar ik denk dat de mindset niet bij iedereen er op die manier in zit. En dat is ook geen probleem, want ja, iedereen begint ergens. Um, dus vandaar dat ik ook belangrijk vind om die boodschap ook mee te geven. Uh, mijn leermomenten, daar, daar zijn podcasts zoals ook deze voor. Uh, waar ben ik de missen gegaan? Wat ging bij mij goed? En in de hoop dat anderen daarvan leren. Ja, top. Dankjewel. Dan ga je op een gegeven moment onder uh, begeleiding van uh, die horeca tycoon... Mm -hmm. die al die Michelinster binnen had... ga je op een gegeven moment uh, bouwen aan je horeca onderneming. ik mm -hmm. kwam het moment dat het begon te werken? Eerste, uh, dat eerste geheel nieuw concept? Ja. Nou, dat duurde wel even. Dat duurde dat duurde maanden. Dat duurde maanden, een half jaar, tegen een jaar aan. En destijds of nog steeds bij elke fysieke retailzaak dien je al veel te investeren in steen, in verbouwingen. Dus daar zat al tonnen aan geld in zonder enkele euro omzet te genereren. Dus de eerste paar maanden, dat was een dat was, dat was ook een moeilijke periode. Van, hey, gaat het werken? Uh, wat als het niet gaat werken? Um, maar gelukkig, in tijden zoals, uh, zoals die, heb je weer een mentor aan je zijde. Uh, van, heb je dit vaker meegemaakt? Uh, moet ik nu in paniek schieten? Of zijn er nog andere oplossingen? Uh, dus het heeft enkele maanden, een half jaar geduurd voordat tractie ontstond. En toen ging het goed. Toen ging het steeds beter. Het ging wel helemaal goed toen de eerste Michelin uh, Award binnenkwam. En toen de recensisten ook langskwamen. We zijn ook gefeatured in de Volkskrant uh, mm. een keer met een mooi artikel. Ja, toen ging het heel goed. Ja, dat is inderdaad dat stukje op het moment dat dat vliegwiel effect ontstaat inderdaad. Mm. Door al die recensenten, noem het maar op. Ja. Ik denk dat het ook wel leuk is om even te kijken van oké, okay, hoe werk je met Umami? Want dat was het concept hè? Ja. Hoe werk je met dat concept? ...toe naar het businessmodel... ...waardoor die recensisten... Uh, etcetera, naar jou toe komen. Dus dat stukje leermoment onderweg daar naartoe... ...waardoor dat omslagpunt zeg maar, gerealiseerd werd. Wat heb je toen gedaan? Heb je toen een bepaald menu neergezet? Een bepaald concept? Iets aangepast? Of was het gewoon een kwestie van tijd en wachten... ...tot de mensen kwamen? Ja, achteraf... Gezien uh, kan ik dat veel beter conceptualiseren wat uh, er benodigd was. Maar op dat moment dacht ik puur aan het concept neerzetten. Dus de deliverable, het product zo goed mogelijk neerzetten. De gerechten, de presentatie, de menukaart, het interieur. Uh, dus het product. En ik dacht veel minder aan de marketing, de sales, de branding. Uh, het, het, de boodschap naar buiten toe uh, brengen. Daar dacht ik veel minder over na. Dit is trouwens ook een uitdaging, wat nu ook momenteel aanwezig is bij de meeste e-commerce ondernemers. Denkend puur aan het product, niet aan marketing, branding, sales. Dat had ik destijds ook. En uh, wat er veranderde, uh, waardoor uh, er meer recensenten kwamen, waardoor het vliegwiel effect werd aangewakkerd, is de focus te leggen op het stukje marketing, branding en sales. Ja. Ja, want het product stond goed. De mensen die kwamen. Goede reviews. Dat was toen INS. Dat is nu TripAdvisor geworden. Uh, Google reviews. Goede mooie reviews. Maar de uitdaging was om meer mensen hiervan te laten weten. Ja. Ja? Toen de focus daarop werd gelegd, marketing, branding sales, ja, toen begon het. Dus ja. dat de essentie van uh, alles wat met product of diensten te maken heeft, dat je dus niet zegt, alleen, alleen zegt van oké, okay, we hebben een mooi product of een unieke dienst. Maar dat je zegt: van hou dan, hou altijd rekening met het stukje marketing sales. Wat juist heel goed moet zijn, want als niemand ervan af weet, koopt niemand het. Dat, dat is de essentie van ieder bedrijf. Nou. Of het nou een dienstverlening is, of het nou e-commerce is, um, of het een horeca-zaak is. Product en sales. Het, ja. um, nee, elk bedrijf draait om deze twee pilaren. Je hebt product en je hebt sales. En de uitdaging bij de meeste ondernemers, dus ook de e-commerce ondernemers, is dat ze puur focus hebben op het product. En ze verkopen puur de specs. De Specificaties, maar vrijwel geen aandacht op het stukje marketing, branding, sales. Ik heb diezelfde fout ook gemaakt in mijn horeca-periode: restaurant, stond, mooi interieur, muziek, ja, lekker, mooie lekker beat erachter. Uh, bediening, allemaal getraind. Product was goed, dienst was goed, alleen een stukje sales miste nog. Ja. Dus de focus op marketing, branding, sales: dat gedeelte essentieel voor ieder bedrijf. Ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het concept ging werken. Mm -hmm. Uiteindelijk ben je gaan bouwen aan een ander concept. Waarom heb je op een gegeven moment die transitie gemaakt... van umami naar sap aan je hoofd? Wat was daar de reden van? Nog steeds, pre-internetfase. Wat ging ik doen? Horeca, meerdere, of twee zaken, twee avondzaken opgezet. Maastricht, Eindhoven, was leuk. En toen kwam de kleine eraan. Mijn vrouw was zwanger... Avond hoor ik hartstikke leuk en gezellig met collega's tot twee uur s'nachts een wijntje drinken. Heel leuk, maar dat gaat niet goed in combinatie met de kleine. Dus mijn idee was, laat ik iets anders bedenken. Alleen, ik had niet de inspiratie, ik had niet de know-how van wat het nou zou worden. Uh, en het dichtstbijzijnde wat bij mij ligt op dat moment, is horeca. Dus ik ben toen de middaghore. Ingerold. Avondhoreca verkocht. Middaghoreca ingestapt. Nieuw concept. Dit keer zonder mentor. Volledig eigen concept opgebouwd. Weer invloeden vanuit Amerika, Europa genomen. Azië genomen. En deze heb ik van scratch zelf opgebouwd. En dat sloeg in één keer aan. Je had natuurlijk inmiddels die volle rugzak. Je wist van hé, hey, stukje marketing, stukje sales, stukje inderdaad. Goed concept met de invloeden van, van, van uh, de concept die in de buitenwereld al bestonden. Dus daar heb je een mooie mix van gemaakt. Ja. Wa welk concept was dat? Wat bood je aan en wat, waarom waren jullie uniek met SAP? Ja, SAP is een lunchroom concept. En wat ik daaraan bood waren nou, sapjes. SAP, mm. vers geperste sap. En ik denk dat dat wel de hoofdrolspeler was. Want je komt binnen, je had de balie. en er stonden meerdere mensen verse sappen te persen. Of van nou al appelsap was, verse appels. gewoon door de machine gecombineerd met een stuk limoen. Oké, okay, ook limoen erin. peer erin. Of watermeloensap. Wat op dat moment vers was. Wat op dat moment in het seizoen was, konden we sap van maken. En je kwam binnen, je rookte het en er was een beleving. En dat, was, uh, dat is toch wel een van de succesfactoren geweest van het concept van sap. Maar goed, men wilde niet alleen drinken, men wilde ook eten. En voor het eten had ik uh, bagels. Toen was er nog geen bagels en beans in Maastricht. Dus ik was de enige bageltent. En ik had uh, fluffy pancakes. En die pancakes waren over de top versierd. En gigantische torens had je. En dat was uh, social media ja, worthy. Uh, dus dat sloeg heel goed aan. Het belevingsaspect van die sapjes. Overal vers fruit waar je om je heen kijkt. Vers fruit en groenten. Uh, en opvallend eten, wat dus ja, ook kwalitatief goed is. Ja, vet. Uh, ik ben nog wel even benieuwd, want je benoemde heel snel uh, tussen neus en lippen je vallen... dat uh, de mooie kleuren in de zaak die waren heel aantrekkelijk om te posten op social media... Was dat dan ook meteen het stukje marketing sales? Wat je dan inzette. Uh, zodat die onderneming. die uh, op product-wise niveau. helemaal goed in elkaar zat. Was dat. Uh, dat stukje marketing. wat je eraan toe hebt gevoegd. waardoor het veel succesvoller was. en je meer mensen kon bereiken? Ja, ja. Ik wist wie mijn doelgroep uh, was. Mm -hmm. en mijn doelgroep was actief op social media. Uh, daar maakte ik ook de gerechten omheen. Ik bedacht alle gerechten. en ik bedacht dus ook de namen. zoals de Bitch. Uh, alleen. Op papier was de I geen I maar een L, dus een kleine L. Ja. Dus de PLTCH, uh, dus dat soort dingen, dat vonden ze gaaf, dat vonden ze vet en dat sloeg ook aan. Um, maar uh, uh, dat kon ik alleen maar doen via social media, omdat ik wist dat mijn doelgroep daar was en het hele concept draaide om de jongeren. Uh, dus het was, ja, als ik nu zo bekijk, het was de hipste plek, de hipste plek ja. van Maastricht en Maastricht had nog niet een hipster plekje. In de jaren daarna ontstonden er wel meerdere concepten richting, het hele, ja, de richting de hele vibe. Maar ik was de enige, de eerste in de stad. Je was de pionier. Ja. Dat ging supergoed. Dat ging supergoed. Mooi bedacht concept. Je hebt de marketing en salesactiviteit ook meteen goed ingericht. Mm. Dat doe je dan uh, best lang. En op een gegeven moment uh, slaagt dat. Richt je ook een tweede vestiging op. Ja. Open je tweede vestiging. Neem ons mee. Want uiteindelijk heb je volgens mij ook, eens nog, ook nog eens nagedacht over een franchise concept. Ja. De, dat was dus zo succesvol dat je dat echt uit wilde bouwen tot een groot imperium. Ja, ja. Tweede locatie, ook in Maastricht, aan de andere kant van de stad. Nou, daar nou is het niet een heel groot, uh, uh, groot dorpje, maar uh, groot genoeg voor twee saplocaties. Die sloeg ook gelijk aan. En daarna kwam een derde locatie. Alleen die derde locatie was maar van korte duur. Dat was ook tevens uh, een van de dompers geweest in mijn ondernemerscarrière. Uh, uh, ik Hoe opende. Kan dat? Oh, dat ga je nu vertellen. <laughs> <laughs> ik, ik opende een, uh, een zaakje in een stad waar ja, bijna niet die doelgroep aanwezig was. En dat was een Sittacht. Mm -hmm. Klein dorpje naast Maastricht. Maastricht is al een dorp. En dit is een dorp naast een dorp. Dat was te ver weg. Dus daar was mijn doelgroep niet goed te vinden en ik had mijn onderzoek niet goed gedaan. Uh, dus dat verliep niet goed. Maar ik had nog steeds twee goed lopende zaken. Plus ik had investeerders die in het concept wilden investeren. En ik was bezig met uh, de franchiseformule op papier te zetten om het als, als, als franchisee door te geven aan anderen. Uh, daar was ik allemaal mee bezig ja, totdat uh, de Black Swan uh, kwam. Uh, en uh, en uh, goed in het eten gooiden. Ja. En dan ga je natuurlijk met die derde vestiging. Dan denk je: oké, okay, vol gas, we gaan ervoor. Ook al is daar een iets kleiner dorpje ten yep. opzichte van uh, het mooie Maastricht. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd uit die periode? Dat je zo'n tegenslag uh, moet verwerken. Slikken en door. Ja. Slikken en door. Ja, dat, dat is. Dat zeg je heel slik. Maar ja, je hebt uh, uh, ja. contracten waar je natuurlijk uh, vaak aan vast zit. de horeca, investering die je ja. hebt gedaan. Ja, achteraf gezien, nee, ook, ook op dat moment, um, had ik dat waarschijnlijk niet snel genoeg gedaan. Ik had na een paar maanden had ik al door dat het niet goed zou lopen. En ik had niet tijdig genoeg bepaalde contracten onhold gezet of gecanceld. Want daar waren bepaalde exit-clausules in de contracten verweven, die had ik ook ingebouwd. Daar had ik niet tijdig genoeg gebruik van gemaakt. Um, want ik hield nog vast. Ik dacht, dit, dit, dit kan nog gaan werken. Um, maar dat deed het dus niet. Dus achteraf gezien, uh, te laat geslikt en doorgaan. Uh, nu weet ik ja, uh, dat veel beter. Uh, dus tegenslagen, um, ja, take your losses en ja, continue. En misschien ook uh, inderdaad incalculeren in het contract en daar tijdig gebruik van maken. Dat inderdaad, op het moment dat je ziet van oké, okay, dit werkt niet. Meteen zeggen van oké, okay, uh, we gaan actie ondernemen. Maar goed, dat is wel heel moeilijk uh, als ondernemer zijn, als je heel ambitieus bent. Ja, dat is moeilijk. En ik hoor tegenwoordig ook vaker van de jongeren. Ja, um, hey, als je ervoor gaat, ga er gewoon vol voor. Uh, burn your boats. Mm -hmm. Maar goed, ik had vrouwen en kids. Uh, veel verantwoordelijkheid. En in ondernemerschap is het niet altijd al ingaan of burn your boats... Het is een kwestie van risico's uh, mitigeren, uh, risico's dekken. En daar zijn gewoon contracten voor, daar zijn uh, bepaalde clausules voor. Dus er zijn altijd manieren om je goed in te dekken als ondernemer zijnde. Um, echter merk ik dat vaak de jongere generatie heel roekeloos te werk gaat. Het is vaak al in of niks. En ondertussen maken ze veel meer kapot <laughs> dan dat ze lief zijn. Ja. Um, en ja, dat, dat vind ik jammer. Ja. Dat hoeft niet op die manier. Uh, maar dat is wel de boodschap die verspreid wordt. En uiteindelijk ben je er goed af, vanaf gekomen daarin zit Zitters? Ik ben er goed vanaf gekomen. Afgesloten um, en doorgaan met de vestigingen in Maastricht. Alleen ja, de, 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 de Big Black Swan, ja, daar, uh, daar was geen stoppen aan. Ja, de grote gebeurtenis die niemand aan het zien komen. Die heel veel impact heeft. Mm. Corona inderdaad, 2020. Welk, welk impact had dat op jouw uh, horeca zaken? En hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, dat was wel een, een grote om te slikken hoor. Um, dat had hele grote impact. Want uh, ik had een vrouw. Ik had uh, de, de, de kleine, die was net geboren. En de, de zaken gingen dicht. Uh, Echtig. Uh, ja, leg je natuurlijk als ondernemer zijnde, ja, niet zomaar uh, het loodje. Je, ja, hij is niet zomaar de witte vlag. Uh, nee. Dus het moest door. En het concept moest in één keer veranderen. Dus we veranderden destijds in een takeaway zaak, wat, uh, wat velen deden. Um, echter, dat was niet genoeg om alle rekeningen goed te voldoen. Um, dus dan komen we weer bij het stukje win-win uh, uit, maar ook uh, bij het stukje um, relatiemanagement. Uh, er zijn stakeholders in het bedrijf, de leveranciers, de schuldeisers. Ja, daar moet je een goede band mee weten te houden. Uh, een goed gesprek mee aangaan. Wat kan wel, wat kan niet. En daar ben ik uiteindelijk goed uitgekomen door bijvoorbeeld uh, bepaalde schulden vooruit te schuiven. Uh, of bepaalde leningen nog aan te gaan. Uh, vanuit de overheid werden nog uh, leningen toegekend. Het oh. uh, TOZO en, en andere, daar ook goed gebruik van gemaakt. En uiteindelijk heb ik die periode wel overleefd. Oké. Okay. Maar niet zonder geslag of stoot. En met... Veel geluk, maar ook doorzettingsvermogen nog beide locaties weten te verkopen. Kijk eens aan. En in welk jaar heb je de verkoop van uh, de twee locaties gedaan? Dat was uh, de eerste 220 andere 2021, zo uit mijn hoofd. Dat was ja. midden tussen twee COVID-periodes in. Ja, twee lockdowns, uh, midden ja. Tussen, tussen twee lockdowns in. Je was inmiddels uh, al bezig met uh, e-commerce, mm. want ergens... Uh, heb je natuurlijk die opleiding gedaan en had je al het idee van nou, dat, dat handelen vind ik leuk. Ja. En je hebt ook natuurlijk de connectie met het land waar het allemaal vandaan komt. Dus ja. voor jou was het dan net even wat makkelijker om dat allemaal te sourcen. Um, je begint hier rond 2019 met jezelf ja. verdiepen in e-commerce. Neem ons mee. Hoe maak je op een gegeven moment die transitie... van horeca horeca-ondernemer naar volwaardig e-commerce ondernemer? Ja. 2019, misschien zelfs al 2018... Um, ik zat achter in de horecazaak, het liep goed, ik had personeel, um, ik had zo'n, uiteindelijk had ik 40 uh, mannen op de loonlijst staan, parttimers, studenten, niet fulltimers um, en uh, alle systemen uitgedacht voor ze, dus ze wisten precies wat ze moesten doen. Uh, ik had tijd over, ik zat achter in de zaak aan de grote leestafel, laptopje erbij, administratie doen. Kom ik uh, irritante reclames tegen van een andere Aziat die, uh, die met uh, Bol bezig was. Nou, Shout out uh, naar uh, Jadon. <laughs> ja, ja. Mag wel gezegd worden. Toch? Mag wel gezegd worden. Hij, hij is en, wel uh, de is de, de de ja, van ja, de YouTube-promotiefilmpjes en zo. Ja, marketingguru. Ja, ja marketingguru, ja, marketing ja zeker. En toen dacht ik, nou, dat kan niet werken. Nou, uh, toch geprobeerd, want ik dacht, ik heb tijd, ik heb nog wat geld liggen, laat ik eens proberen en uh, geen cursus aangeschaft van hem. Um, ik was destijds met een PDF-bestandje van Bulu begonnen. Ja. Um, dat was voldoende om te beginnen, want grotendeels had ik al zelf meegemaakt het importgedeelte, exportgedeelte, uh, contact met uh, China had ik al eerder gedaan um, en ik had uh, geld liggen, dus het was redelijk makkelijk. Nou, aantal testproductjes ingekocht. Online aangemeld, want ik had geen webshop. En Bol um, ja, was destijds een heel stuk makkelijker. En dat liep, niet alles. Eén product liep, de vijf andere testproductjes liepen niet. Welk product was dat toch? Dat was dat? een, uh, een haardroger. haardroger. Ja, een uh, feunborstel. Ja. Achteraf gezien, levensgevaarlijk product met ontzettend veel risico's. Dat wist ik destijds niet. En um, die heb ik doorgebouwd. Tweede badge ingekocht. Nieuwe testproductjes. En dat ging snel. Te, om, de, om de maand, om de twee maanden kon ik weer nieuwe badges proberen. Want alles kwam met het vliegtuig. Ja. Uh, en ik had uh, cash liggen om snel te testen. Ja, dat ging snel. Uh, dat ging snel. Uh, en waarom waarom? Nog even tussendoor. Uh, vielen die andere vier producten af en ging die haarveun wel door het dak? Was, was er iets unieks aan die haarveun? Heb je het uniek neergezet? Was je de enige aanbieder? Vraag en aanbod op dat moment. Vraag een aanbod en aanbod. Um, het, uh, het was op dat moment wel meer een hype product. Dus het was meer trending. En dat sloeg veel sneller aan, ja. Uh, ik denk dat de, de, de impuls aankoop van die doelgroep, die ligt hoger dan de, dan de doelgroep van, de, van andere producten. Er kan nog wat babyproducten, uh, matjes en dergelijke, maar de ouders die doen wat grondig onderzoek voordat ze die producten kopen. En de beauty um, wereld, vooral in die prijskategorie, die, ja, die, die was wat sneller geneigd om tot aankoop over te gaan. Ik denk dat dat de reden is geweest waarom die uh, producten aansloegen of dat product aansloeg. Want ze hadden dezelfde... Fotografie, zelfde listing, dat zag allemaal op dezelfde manier uit. Maar ja, die sloeg wel aan. Leuk. Op een gegeven moment geef je aan, de omloopsnaheid neemt toe. Je kan het, het spul snel over laten komen met het vliegtuig. Ja. Hoe, uh, hoe gaat dat volgens? Want je bent nog steeds horeca uh, tycoon, <laughs> ondernemer. Ja. En, maar je ziet tegelijkertijd wel die e-commerce business, waar je veel minder uren en tijd in hoeft te steken, wel cash genereren. klopt. Op een gegeven moment, dat was al redelijk snel, was binnen het eerste jaar. Um, zet ik evenveel om met mijn e-commerce. als mijn horecazaak. En mijn horecazaak. Uh, transformeerde in een warenhuis. De, de leestafel waar ik achter zat was omringd door bruine dozen. Uh, dus dat was de transitie uh, fysiek gezien ja, uh, tussen horeca en e-commerce. Uh, en e dat was ook fysiek zichtbaar. De klanten van de, de gasten van het restaurant moesten zich ook door de dozen navigeren om bij de toiletten te komen. Het zag niet uit. Ja. Het zag echt niet uit. Uh, maar het was een mooie transitie en het ging aardig snel. Um, en toen, de, toen viel de realisatie echt. Toen viel het kwartje echt. Kan ik nou echt met online verkopen, evenveel verdienen als mijn horecazaak... waar ik al zoveel jaren uh, mee bezig ben. Nou, waar ik veertig uh, jongeren rond heb lopen... Ja, die uh, met allemaal gemanaged moeten worden. Ja. Pubers dan noem het maar op. Ja. En dat was dus wel het geval. Wauw. Ja. En dan besluit je je daarop te gaan richten? Ik richt hem op beide zaken. Want het kon nog time, uh, time management technisch. Mm -hmm. um, alleen het e-commerce trok mij veel meer... Ja, het, het, het hele, uh, het hele, de hele gedachte achter het bouwen van de concepten. Ja, uh, China, uh, de, de, de relaties, um, de marketing. Eigenlijk alles wat ik had geleerd in mijn horeca-periode. Van het bouwen van concepten, van product tot marketing tot branding. Kon ik nu in e-commerce schieten. Alleen dat kon vele malen sneller gaan. Je kon dus, makkelijker schalen. Je kon makkelijker schalen. Ja, ja, en nieuwe concepten bouwen. En daar lag mijn drive: het bouwen van nieuwe concepten. Ja. Dat is en, zo gaaf. En dan heb je je horecazaak die je dan gebruikt als warehouse in die beginperiode. Ja. <laughs> heb je dat nog lang uh, moeten doen? Dat heb ik um, nog een half jaar tot een jaar volgehouden totdat ik een uh, externe fulfillment, externe opslag uh, regelde. Dat ja. was wat beter voor, uh, voor de zaak zelf. Ja. Want ja. toen kwam ook de verkoop van de zaak um, ja, dichterbij. Je moest wel. De, en het is niet zo aantrekkelijk om een horecazaak te verkopen dat vol staat met bruine dozen. Nee, die, die inboed hoort er niet bij. Nee, maar die, nee. Wil je eigenlijk waar. ook niet uh, laten zien tijdens de rondleiding nee. van een potentiële nee. nee. uh, overnaamde kandidaat. Oké, okay, nou dan heb je je passie gevonden. Je hebt iets gevonden waarvan je zegt, hey, alles wat ik heb geleerd de afgelopen jaren kan ik hierin steken. Hmm. Ik kan veel makkelijker schalen. Misschien ook wel iets wat meer bij je passie ligt, niet vanuit die verplichting omdat je die horeca in moest. Dan besluit je inderdaad met het eerste fulfillment bedrijf samen te gaan werken. Ja. Wanneer komt voor de e-commerce bij jou het omslagpunt? Want we hebben het over een periode uh, tussen 2020 en nu. Mm -hmm. Corona uh, op een gegeven moment uh, explodeert de groei in de e-commerce. Heb jij die groei meegemaakt? Uh, was je al bezig? Uh, of ben je op dat moment echt keihard gaan groeien? Neem ons mij alsjeblieft. 2020... Um... Ja, 2020, uh, COVID. Nou, de horeca deed alleen takeaway. Nu kon ik mijn horecazaak echt gebruiken als opslag. Want er was voor de rest toch niks. Uh, voordat ik bij een fulfillmentpartij zat. En de zaken gingen heel goed. Um, de, 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 ik groeide snel naar een 50K en dan 100K omzet. Ja. Um, uh, dat, vijf, 50K per maand. 100K per maand kwam eraan. Heb ik destijds niet gehaald. En dat ging heel goed. En uh, dat was tegelijkertijd toen alles shit gebeurde rondom COVID, de horecazaak, verloren juist geld. Dus geld vanuit de e-commerce moest de horeca in. Terwijl het daarvoor andersom was geweest. Het horeca geld gebruikte ik om uh, voorraden in te slaan voor de e-commerce. Dus al het geld ging terug de horeca in om de verliezen te dekken. En tot het verkoopmoment van de zaak. Toen kon ik er een punt achter zetten van de horeca. En kon ik me volop focussen op de e-commerce. Echter, de schulden vanuit de horeca waren al dusdanig hoog. dat er veel ingeleverd moest worden. Dus het was bijna alsof ik van scratch moest beginnen. Zo rond 2021, 2022. Alleen ik had wel alle kennis opgedaan. Ik had heel veel know-how opgedaan. En dat was ook een moment waar mij werd gevraagd. Hoe ik dat zo snel deed. En dat was mijn eerste kennismaking met het educatiegedeelte, met het coachinggedeelte. Ja. En tijdens die jaren heb ik de focus vooral daarop gelegd. Ja. Hè, in de wederopbouw van mijn, uh, van mijn eigen onderneming. Heb je toen uh, dat stukje van de verkoop, zeg maar het verkopen van je eigen brands, heb je dat toen volledig losgelaten en ben je gaan focussen op. Inderdaad het het inspireren van de mensen die graag iets met e-commerce wilden doen? Of heb je dat er altijd wel bij gedaan, het verkopen van die producten en het bouwen van de brand? Heb ik er altijd bij gedaan. Heb ik altijd bij gedaan. Alleen, um, ik, ben, uh, ik maak me daar ook uh, schuldig om um, dat ik nieuwe dingen sexier vind. Nieuwe dingen zijn aantrekkelijker. Nieuwe dingen die ik nog niet heb ontdekt. En het hele educatiegedeelte was nieuw voor me. Ja. Dus daar ging heel veel aandacht naartoe. Ja, de, hoe werkt dat? Uh, hoe, hoe, hoe werkt het concept? Hoe kan ik dit fine-tunen? Vooral in die tijd. Vooral in die tijd. Dus daar ging heel veel tijd en aandacht naartoe. En uh, de eigen business lag ernaast. Uh, dus de, de, tijdens die twee jaren lag de focus meer op het educatiegedeelte. En achteraf gezien uh, was dat ook weer een ontzettend belangrijke leermoment geweest in mijn carrière. Want alle learnings daaruit kan ik nu weer toepassen op ja, wel het verder opbouwen van mijn, van mijn eigen brands. Ja, je gaat in een snelvaarttrein, ga je op een gegeven moment inderdaad vanuit de horeca. Je hebt een keer die sprong in het diepe gewaagd als ondernemer. Want dat is ook een groot verschil tussen mensen die nog moeten starten en mensen die al een tijd actief zijn. Dus jij hebt al die grote sprongen in het diepe gewaagd. Dus het was denk ik voor jou ook wat makkelijker om die, die stap richting het ondernemen. sorry, die, die investeringen in de e-commerce te doen. Ja. Klopt dat? Ja, ik denk van wel. Ik denk dat dat veel mensen nu tegenhoudt om te beginnen. Want die sprong in de diepe die is heel eng. En die had ik inderdaad al meegemaakt met de orkaan, nou, Daar spring je echt de diepte in. Want je moet ook nog een paar ton investeren. De tweede locatie, die had zelfs een miljoen nodig om te investeren om überhaupt te beginnen. Dus de drempel ligt heel hoog om te beginnen. Maar dat had ik al achter de rug. Dus de transitie of de, uh, de start in e-commerce. Ja, dat was peanuts. Appeltje ei. Ja. ja. Op een gegeven moment uh, besluit je inderdaad om uh, in te springen op dat educatieverhaal. In 2020, 2021 uh, wil iedereen iets met online ondernemen doen. Mm. Alle winkels zijn dicht. Er komen ineens een miljoen uh, nieuwe kopers bij. Al die 50-plussers die naar de kruidvat gingen. Ja. <laughs> die gingen ineens online uh, winkelen, want ze konden niet meer naar de, naar de winkel. Die ja. waren, de winkels waren dicht vanwege de lockdown. Hoe ga je om met die grote vraag? En hoe zet je dat dan met jouw ondernemersgeest om naar iets... Uh, wat ervoor zorgt dat mensen aan de slag kunnen met die grote e-commerce markt? Hoe ik omging met de hoge vraag naar starters. Um, is ja, door mijn eigen project op te zetten. Destijds tijdens een eigen coachingprogramma heb ik opgezet. Daar heb ik mijn cursussen voor gehad. Dat heb ik ook verder geschaald. Met mijn ervaringen vanuit de horeca heb ik ook uh, mijn team daarvoor opgeleid. Uh, dus dat concept was ook niet nieuw. Ja, het runnen van een team. En dat heb ik uiteindelijk een jaar, twee jaar, uh, gedaan, gericht op de starters. Uh, met de transitie daarna meer op de gevorderde verkoper. Uh, want ja, dat gedeelte werd ook op een gegeven moment saai. Want alles wat je vaker doet, wat je repeteert, um, ja, dan, dan, ja dan, dan heb je er geen, geen drang meer naar. Nou, is er niet meer nieuw, is het niet meer sexy. Ja, ook al shiny object uh, syndrome uh, um, ja, uh, genoemd. En in mijn geval was dat de transitie van de ene doelgroep naar de andere doelgroep, naar de gevorderde markt. Uh, mijn eigen brand op dat moment, dat stagneerde, nog steeds op een 50k de maand, dat groeide niet verder. En ik begeleide vooral de starters van, uh, van 1 tot 50k. Uh, wat er daarna gebeurde was dat de focus uh, meer ging op het groeien van mijn eigen merken, het groeien van de merken van mijn cliënten, om die groter en sterker te maken. Die groeide naar een 100k, die groeide naar een 150k. En alle leermomenten daarin, dat vormde. De basis voor uh, een nieuw traject. En dat is het traject waar ik afgelopen jaar mee begonnen ben. Puur de focus op de gevorderde verkoper. Hoe kom je nou? Um, hoe, hoe groei je nou verder? Wat moet je nou doen voorbij het startpunt? En dat is wel iets wat, uh, wat mij meer aantrok, want dat gedeelte is nieuw. Elk, uh, elk traject, elk ondernemer, elk avontuur ziet er anders uit. Dus het waren telkens nieuwe conceptjes waar ik aan kon werken, waar ik, kan, uh, waar ik aan kon sleutelen. Dat was voortdurend nieuw, voortdurend verfrissend. En het hele gedeelte van 0 tot 10k, dat is hetzelfde. Dat zijn de basics kennen. Ja. Dat was niet meer interessant. Plus daarnaast was er een overvloed aan startende coaches die uit de grond kwamen ploppen. En daar wilde ik niet meer geassocieerd worden. Dus ja... Die groep kon iemand anders overnemen. Ik focus me puur op de gevorderde verkoper. Ja, en als je een gevorderde verkoper bent, ben je bezig met, met het bouwen van een brand. Ja. Voordat we het gaan hebben over die fase waarin je nu, uh, meer, waar je nu mee, meer mee bezig bent, ben ik nog heel even benieuwd naar hoe is de e-commerce markt op dit moment? Want die markt groeide ex exclusief exponentieel mm -hmm. in 2020-2021. Uh, is het op dit moment nog interessant voor potentiële brandbouwers om in die markt te stappen en een echte brand neer te zetten? Mm -hmm. Het is nog steeds interessant, het was interessant en het blijft interessant. Als je maar focust op de uh, basisprincipes van elk bedrijf en dat is product en sales. Het probleem dat men, uh, wat men nu ondervindt, is dat ze afvragen waar de sales blijven, omdat ze zich puur focussen op het product. Nou, ik heb een product geïmporteerd, het ligt hier in het Warenhuis, waarom verkoopt het niet? Ja, je hebt geen onderscheidend vermogen, ja. geen onderscheidend vermogen uh, in marketing branding, geen onderscheidend vermogen in jouw product. Dus als je daar de focus wel op legt, dan zijn de kansen daar volop. En dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Ja, focus op differentiatie, focus op product en sales. Ja, dat stukje sales, productdifferentiatie, daar hoort natuurlijk ook een stukje brand bij. Hoe zorg je ervoor dat je een mooie brand neerzet? Waar de consument een gevoel bij heeft, uh, um, dat ervoor zorgt uh, dat de zichtbaarheid groter wordt op het moment dat je die marketing doet. Dat mensen iets zien waarvan ze zeggen: hé, dit moeten we hebben. Hoe bouw je die mooie brand? Ja. Hoe doe je dat? Want als de mensen die nu kijken of luisteren uh, horen van oké, okay, brand, 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 wat is dat nou? Maar hoe, ma hoe bouw je nou een mooie brand zoals een Samsung of een Philips of een Apple? Ja. Want dat is wat je bedoelt met ja. die gevorderde mensen die ja. wel het verschil kunnen maken in deze markt. Ja. Hoe je een sterk merk bouwt is door te, beginnen, um, door te beginnen met het vinden van jouw doelgroep. En je bouwt namelijk een merk voor jouw doelgroep. Je bouwt het niet voor jezelf. Je bouwt jouw merk, jouw, jouw dienst. Uh, Bouw je op om jouw doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Als je je doelgroep goed begrijpt, kan je je volledig daarop inspelen. Um, het probleem wat ik nu merk bij veel ondernemers is dat ze hun doelgroep veel te groot inkaderen. Mijn doelgroep is iedereen tussen 18 en 65. Nou, dat betekent dat je geen doelgroep hebt. Uh, uh, maar is jouw doelgroep uh, iedereen um, met, een, met een luchtaandoening, bijvoorbeeld met een van mijn merken, Vibrix. Ja, dan keteren je volledig daarop. Mijn partner heeft zelf astma en hooikochts. Dus hij is de ideale doelgroep. Hij is de ideale klant. Dus we cateren met ons luchtreinigermerk volledig op deze doelgroep. We zorgen ervoor dat de technieken vooruitstrevend zijn: differentiatie in product. Maar we zorgen ook voor dat we onze marketing, branding en sales on point zijn door bijvoorbeeld partnerships aan te gaan met iedereen in het wereldje van. Longen van luchtkwaliteit. Hè, door de boodschap te versterken waar je voor staat. Hè. En zo combineren wij product, innovaties in product en uh, innovaties in differentiaties en differentiatie in marketing en sales. We zijn niet zomaar een luchtreiniger merk. Nee, we zijn jouw partner in uh, luchtkwaliteit. En dat is heel anders dan puur een fysiek product schuiven. Dus durf te kiezen, kies je doelgroep. Wees niet bang dat je doelgroep heel groot moet zijn. Juist als je kiest en daar die marketing op afstemt, ben je relevant en herkenbaar voor die groep die het juist nodig heeft. Zeg ja. Ik denk een hele toepasbare uh, tip die ik heb voor iedereen die bezig is hiermee, is door jouw doelgroep kleiner te maken, dieper te gaan. Ja, kies een subniche. Die subniche is niet eens klein genoeg. Ga nog dieper, ga nog een laag dieper. En probeer een statement, probeer een slogan te bedenken, probeer een oplossing te bedenken, één vraagstuk te bedenken dat alleen resoneert met deze kleine doelgroep. Ja. Als jouw slogan uh, verwisselbaar is met ieder ander merk in die categorie, dan is hij niet specifiek genoeg. Het moet echt specifiek genoeg zijn voor jou. Ja. Kom je dat veel, ben je dat veel tegenkomen dat mensen bang zijn dat hun doelgroep te klein is en daardoor die keuze die je nu naartoe legt of die tip die je geeft, dat ze die niet durven te maken? Dat ze zo van, ja, Johnny, maar dan is mijn doelgroep gewoon te klein. Hoe ga ik ooit die 50k per maand een omzet genereren? Ja. Wat de potentie is. Maar ja. jij zegt juist, nee, doe dat juist, want dan, dan ga je juist opvallen en word je de autoriteit. Klopt, klopt. Ik kom dat heel vaak tegen, Jozef. Ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen, zoals jij... ik wil de volgende Apple worden. Ik wil de volgende Samsung worden. Prima, waar is jouw 1 miljard marketingbudget dan? Heb je dat niet? Pak een kleinere doelgroep. Samsung is Samsung omdat zij gigantisch groot zijn... en omdat ze al decennia hebben gebouwd daarnaartoe. Uh, je kan niet nu van scratch beginnen... en ook zo'n groot doelgroep bereiken. Ja. Dus vandaag pakken wij een sub, 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 sub niche... Ja, dat wel hapbaar is, doe je onderzoek. Want er moet genoeg vraag en aanbod aanwezig zijn in die categorie. Als dat niet is, zoek iets anders. Maar pak hem zo niche mogelijk en zorg ervoor dat je de heerser en meester bent in die categorie. En als je zegt de heerser en meester, dan begin je inderdaad laten we zeggen, even met uh, één product bijvoorbeeld, zeg je dan van oké, okay, zorg ook dat je binnen die uh, productcategorie waarin jij die autoriteit wil worden, dat je een soort van specialist wordt. Dus jij hebt het over je luchtreiniger mm -hmm. met Vibrex, of Vibrex als ik het goed zeg, mm -hmm. zeg jij van oké, okay, dit is wat wij doen met Vibrex en we moeten binnen die categorie Meerdere producten maken die op elkaar lijken, zodat de consument het idee heeft van dit zijn de specialisten. Of zeg je van je kan ook prima een luchtreiniger en een telefoonhouder voor in de auto naast elkaar verkopen, zonder dat je verliest aan autoriteit. Ja, dat is even afhankelijk van welke strategie je kiest. Um, wij hebben gekozen voor een waardestrategie, het uitbouwen, het verdiepen van één productgroep. Ja, zodat er meerdere luchtreinigers zijn van diverse groottes. Maar niet alleen luchtreinigers, want de mensen die bij ons aankloppen hebben luchtwegaandoeningen. Een ander aspect uh, van, of een andere oorzaak uh, van hun probleem is ook bijvoorbeeld luchtvochtigheid. Nou, dat betekent dat ze een ander apparaat nodig hebben, een bevochtiger, een ont ontvochtiger. Daar spelen wij ook op in. Puur om het probleem op te lossen. Dus wij maken een verdiepingsslag in ons assortiment door daarin uit te breiden. Dus als je een waardestrategie hebt, dan kan je dat prima op die manier doen. Want dat past allemaal uh, binnen jouw brand. Ja, en ons brand uh, uh, richt zich op de klimaatbeheersing, het binnenhuisklimaat. Uh, maar als je een andere strategie hebt, zoals uh, een strex, zoals een live zoals een vivid green. Ze hebben een rendementsstrategie, dus zij bouwen meer in de breedte op, ja? onder dezelfde label in verschillende categorieën producten uitbrengen waar veel vraag en aanbod naar is. Dat kan ook. Maar mijn advies is: kies een van beide kampen. Ja. Veel mensen hangen daartussen in, waardoor ze uh, waardoor ze en proberen een heel breed assortiment te hebben en vol op marketing te doen voor alles terwijl er niet genoeg geld is. Ja. Ja, want je komt altijd tegen een cap aan van geld of tijd. Als dat er is, focus je dan op minder en niet meer. Ja. Ja, dus dat is een van de uitdagingen die ik zie. De ondernemers zitten, draaien 50k, draaien 100k... maar die zitten tussen wal en schip. Tussen waardestrategie en rendementstrategie in. Nou, als je een van de eerste bent, zoals Lifegoods... dat is een goede vriend van mij. shout -out naar hem, hij luistert ook naar deze podcast dan is zo'n zo rendementstrategie, het werkt dan anders, omdat je er heel vroeg bij bent. Maar inderdaad, om dat op dit moment te doen, in die drukke markt, met zoveel verkooppartners, of in ieder geval, überhaupt die e-commerce markt, die, waar volop mensen volop bezig zijn, zeg jij van, je kan beter kiezen voor het focussen. Want als we kijken naar het uh, meest winstgevende bedrijf van de wereld, dan is dat, weet jij vast wel? Het meest winstgevende bedrijf van de wereld. Het geld met de meeste cash op de rekening. Dat uh, moet jij weten. Nou, dat zal Apple zijn. Ja, Apple ja. inderdaad. Uh, en hoeveel product heeft Apple? Ja, niet veel. Een paar. 4, uh, 5. Ja. Uh, Apple Watch, MacBook, mm -hmm. iPhone natuurlijk, iPad. Maar het zijn er niet veel. Ja. En dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Van pak, die, pak die niche, ga daarop focussen, word specialist in die categorie en bouw dat uit. Ja. Heb je nog tips voor uh, wat betreft de verpakking en de marketing? Want dat hoort natuurlijk ook allemaal bij een goede brand. Ja. Heb je nog uh, mooie tips die je makkelijk weg kan geven? Ja, <laughs> wat, ik, <laughs> wat ik zie... Is dat men te veel bespaart? Te waarom, veel bespaart waarom? op de verpakking. Te veel bespaart op fotografie. Bespaart op een goede website. Um, want je hebt eigenlijk maar één kans om de consument te overtuigen. Maar ook om, uh, om, om uh, de zakelijke wereld te overtuigen van wie je bent. Ja. En als zij dan standaard afbeeldingen van Alibaba zien. Ja, of de omschrijving klopt niet. Ja, dan daar gaat je kans. Uh, dus. Ja, verpakking is belangrijk. Ja, de omschrijving. Ja, de website. Gewoon het hele marketing-brandingverhaaltje. Het is allemaal belangrijk. Uh, maar bespaar daar niet op. Ja. Ja, ik zie dat veel mensen, houd je tuintje met Canva of Paint, proberen iets in elkaar te flansen. Prima. Ja. Maar wat ik dan aanraad is: zorg voor een extra 1000 euro. Zorg voor een extra 2000 euro. En investeer juist. Daarin investeren in goede fotografie investeren in een mooie uitstraling. Want dan kopen ze voor 10.000 euro aan fysieke goederen, en dan hebben ze niet eens 500 euro over voor ja, een mooie fysieke of een mooie digitale uitstraling. Je zou daar een betere verdeling kunnen maken, ja. bijvoorbeeld ja. iets minder voorraad. Ja, dus daar kom ik weer bij die twee pilaren uit: product en sales. Wat ik merk is. Vrijwel 100% gaat in product. Misschien 90% gaat in product. Van tijd en geld. En die 10% dat gaat in de marketing, sales, branding. Ah, dat, dat, dat doen we even voor erbij. Terwijl de drive is om een sterk merk te bouwen. Ja, dus er moet een balans zijn tussen deze twee. Oh. En het, 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 het scheven hierin is wat ik heel vaak zie bij mijn cliënten momenteel. Um, is dat ze een heel groot budget uh, qua tijd en geld in product steken, maar heel weinig in marketing sales branding. Zonde. Ja. En als je daar een betere verdeling in kan maken, dan uh, kun je als brand makkelijker accelereren, meer zichtbaar zijn en meer succes hebben. Ja. Fantastisch. Ja. Dankjewel ja. voor die mooie tips. Je bent tegenwoordig sinds een jaar inderdaad bezig als investeerder uh, naast het... Een stukje consulting wat je doet voor de meer gevorderde ondernemers die een brand bouwen. Je focus je niet alleen op het uitbouwen van je eigen merken, die je samen met je compagnons uitbreidt. Maar ook op het stuk inderdaad van, oké, okay, hoe zorg je nou dat die brand niet alleen online zichtbaar is? Volgens mij ben je ook bezig met een stukje offline, B2B, retail. Wat? Wil je daar misschien wat meer over vertellen voor de mensen die wellicht interesse hebben? Ja. Dit is iets wat veel mensen sexy vinden. Ik wil bij de Mediamarkt liggen. Ja. Ik wil bij uh, de, de, de blok komen. Ik wil bij die retailketen komen. Ik wil bij de Cool Blue komen. Maar als je niet differentiërend bent, als je geen sterk merk hebt, dan lukt dat gewoon moeilijker. Ja, dus dan komen weer terug op: oké, okay, zorg ervoor dat je de basis hebt. Nou, als je de basis hebt, de fundering hebt uh, en het loopt lekker, ja, dan kan je beginnen met outreach. Dan kan je beginnen met je autoriteit opbouwen. Dan ga je het, het, het hele offline gedeelte oppakken. Um, en ja, dan begin je een heel andere wereld te ontdekken. Ja, dat weet je zelf ook. Ja, dan zijn er opeens meer verkoopkanalen. Ben je opeens minder afhankelijk van uh, één platform. En dat is ook mijn boodschap. Uh, Zorg ervoor dat de focus ligt bij het creëren van een sterk merk. Uh, want daarna maakt het niks uit waar je het verkoopt. Ja. Want vaak. Wordt aan mij gevraagd: Johnny, waar kan je het beste beginnen met verkopen? Of welke platform, op welke platformen moet ik verkopen? Ja, dan zeg ik altijd: dat is niet de juiste vraag die je stelt. De juiste vraag is: hoe bouw ik een sterk merk op? En wat voor elementen horen daarbij? Waar moet ik op letten? Ja, want als je dat hebt, kan je online domineren, kan je ook offline groeien. Sterker nog, de retailers zoeken jou op. Iedereen wil Apple verkopen. Het is niet dat Apple aan de deur staat van ja. de Mediamarkt. De mediamarkt zegt: Ik wil graag Apple. Ja. Al mijn klanten vragen erom. Ja. En jij zegt: De basis voor dat succes, om makkelijker binnen te komen, deuren in te trappen. of in ieder geval dat pool-effect, dat mensen jouw merk naar zich toe trekken. of dat nou retailers zijn of consumenten, is het bouwen van een sterk merk. Ja, het bouwen van een sterk merk um, hoort bij. Uh, daarbij hoort uh, erbij dat je doelgroep goed kent, dat je hun problemen goed oplost. En het bouwen van uh, een track record. Laat zien wat je hebt behaald. Je reviews, je eerdere samenwerkingen, je partners. En als je dat geheel, ik noem het jouw merk CV, als je dat geheel hebt, kan je gaan solliciteren bij. Offline bij andere verkoopkanalen, want je hebt je cv gereed. Hey, ik ben dit merk, we hebben al dit bereikt. Dit zit in ons, in ons assortiment. Zo lossen wij het probleem op van onze, uh, van onze klanten, van onze doelgroep. En dit zeggen zij over ons. En dit zijn onze eerdere andere samenwerkingen. Wil je ook met ons samenwerken? Wil je ons ook in het assortiment nemen? En de kans dat je dan het antwoord ja krijgt, is dan heel groot. Juist. In plaats van dat je binnenkomt en niemand jou kent, uh, misschien wel je producten gratis moet weggeven om überhaupt de kans te krijgen. Want dat is ook nog een strategie, maar dat is natuurlijk een veel minder uh, goede start. Ja. Wauw, fantastisch. Ik denk uh, dat, uh, dat de mensen hier zeker iets aan hebben. Met al die tips die je hebt weggegeven. Voor de mensen die kijken of luisteren en interesse hebben in. In de volgende stap, hè, dus waar jij nu mee bezig bent, of wellicht een eventuele samenwerking, want je bent ook investeerder. Hè? Ja. Um, je kijkt naar mooie merken die je samen uit kan bouwen, die al op een bepaald niveau zijn. Hoe kunnen de mensen jou bereiken, uh, benaderen, als ze meer informatie willen? Ja, ik denk dat het verstandig is om te weten wanneer ik überhaupt in de picture kom. Um, en dat is een moment waarop je voorbij de startblokken bent en verder wilt schalen met jouw bedrijf ook überhaupt kans maken... in het offline gedeelte. Dus het bouwen van een sterke fundering. Ja, dan kunnen ze mij benadigen. Dat kan op vrijwel iedere socials. Um, maar ook wanneer je... Um, naast de fundering... ook aan groeikapitaal... wilt komen. Uh, ik word ook vaker benadigd door, um, um, uh, door... door kapitaalhebbenden... om te investeren... in mooie projecten. Dus als je iets hebt... dat rolt lekker... Um, maar je wilt verder groeien. Je mist fundering, maar ook kapitaal. Ja, dan kan je voor beide aspecten bij mij terecht. Ja, want ik help niet alleen um, zelf aan de fundering, maar ik kan je ook helpen door in contact te komen met, ja, met de mensen die het geld hebben. Je hebt een mooi netwerk waardoor je iedereen met elkaar in contact kan brengen. En dat kan heel veel moeite, tijd en geld kosten, voor als je dat allemaal zelf uit wil zoeken. Ja, ja, en. Um, ja, en ik vind dat een mooie positie. Ik ben zelf nog bezig uh, om mezelf daarin meer te ontplooien. Uh -huh. uh, maar ik voel, me, ja, ik voel dat dit wel mijn roeping is. Aan de ene kant uh, aangeven of doorgeven van hoe het wel moet. Een sterk merk bouwen, hoe je wel e-commerce moet betreden en hoe je ze wel moet groeien. Maar daarnaast ook actief zelf betrokken zijn door aan de ene kant uh, consult te geven. Maar ook door aan de andere kant zelf te participeren in deze bedrijven. Om ze te helpen om een sterkere fundering op te bouwen. En zodra de fundering staat, kunnen we ook in contact komen met kapitaal. Om ook centjes te hebben om echt verder te groeien. Ja. En voor alle duidelijkheid, het, uh, als je wilt beginnen binnen de e-commerce. Even naar die andere groep die jij dan wat minder bedient. Die starters die allemaal vanaf scratch willen beginnen misschien nog niet het budget hebben. Uh, je hebt geen tonnen aan investering nodig om hiermee te starten. Net zoals jij hebt moeten doen voor de horeca, toch? Iedereen kan dit. Mm -hmm. Als je de principes van jou toepast, die je hier benoemd hebt. en die je wellicht uh, nog meer kan achterhalen. als ze, ze gaan verdiepen in wat je allemaal aanbiedt. Ja. Correct? Ja, men vraagt aan mij vaker. wat voor geld heb ik nodig om te beginnen? Ja. Ik zeg minimaal 10k. Dat is alsnog flink wat geld. Maar uh, naar mijn mening heb je dit nodig. 5k marketing branding, 5k minimaal producten uh, in te kopen. Dus die 10k dat is zo op. Ja. Uh, uh, als je minder hebt, ga dan centjes verdienen. Ja. Ga dan eerst het geld bij elkaar halen. Maar ga niet zomaar beginnen zonder dat je die minimaal die 10k hebt. Als je het goed doet, goed. Ja. En dan start je meteen op een hogere positie, waardoor je sneller kan schalen en. Uh... Veel minder moeite hoeft te steken in dingen die krom waren, recht proberen te maken. Ja, ja inderdaad. Fantastisch. Dankjewel. We sluiten de podcast altijd af met een, laatst, met een laatste advies. Mm -hmm. uh, welk advies zou je mee willen geven aan de kijkers of luisteraars die graag willen ondernemen en dat nog niet doen? Laatste advies aan de ondernemers. Ik ja, denk uh, een, een leermoment wat ik heb gehad: um, je, je staat er niet alleen voor schakel tijdig hulp in. Dat bespaart je geld en bespaart je tijd. Dus dan pakken we het terug op het leermoment van van het begin van dit gesprek. Ja. En daar wil je hem ook mee afsluiten. Ja, dan pak ik dat weer terug op en wees niet bang om uit te reiken naar de mensen, ja, waar je tegenop kijkt. Ja. Uh, want ja, wie weet het zijn het mensen. Ja. Het zijn ook mijn mensen en, en die mensen, mensen willen vaak ook wel helpen. Hè? Ja die uh, vindt het volgens mij wel een eer als ze iemand anders kunnen helpen... die uh, inderdaad wel iets komt brengen en niet alleen komt halen. Ja. Dus focus op dat win-win verhaal waar je het net over had. Win-win verhaal, maar tevens ook eigenlijk alle punten van de Seven Habits. Stephen Covey, als je een boek moet lezen, dat is hem. Seven Habits of Highly Effective People. Allemaal lezen. Ik heb dit boek denk ik vier keer gelezen in de afgelopen tien jaar. Dus een absolute aanrader ja. inderdaad. Dankjewel voor je tijd, uh, Johnny. Graag gedaan. Jij bedankt. Ga Johnny allemaal volgen op LinkedIn, op Instagram, Johnny Ma. TikTok. Uh, je kan informatie vinden op zijn website, johnnyma.com. Uh, dus ga dat allemaal checken, mensen. Als je meer wil weten over uh, de diensten die Johnny aanbiedt... Uh, dan kan hij jou helpen naar het volgende niveau. Zodat je echt het verschil kan maken met een mooi merk. Uh, voor nu zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken of luisteren. Abonneer je even op ons YouTube-kanaal. Abonneer je ook op het YouTube-kanaal van Johnny Ma. Of dan meer dan 100 video's opstaan met allemaal super interessante content. Allemaal gratis. Dus ja, hoef je niet voor te betalen. Allemaal video's waar hij super veel mooie en waardevolle content indeelt. Uh, ja, en bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende keer. En Johnny, nogmaals, hartelijk dank voor je tijd. En hopelijk hebben de mensen hier iets aan. En uh, kunnen de mensen met een beetje startkapitaal beginnen aan die e-commerce reis. En een beetje vrijheid voor zichzelf uh, creëren. En een stukje schaalbaarheid. Ik hoop het ook. Uh, Dank je wel voor de uitnodiging. Ik hoop dat mensen hier uh, wat aan hebben. En uh, één ding om wel om rekening te houden is: uh, dat het altijd hard werken is. Ondernemerschap is niet lazy, snel geld verdienen. 100%. Goeie om mee af te sluiten. Dank je wel, Johnny. En jullie kijkers of luisteraars, tot de volgende. Hoi, hoi.